Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza. Het wordt een wisselvallige dag vandaag met flink wat buien. Vanochtend zien we die buien met name in de westelijke helft van het land. Later vandaag komen de buien ook meer landinwaarts. De temperatuur die ligt vanochtend tussen de 10 en de 13 graden. En er staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. Aan zee gaat het stevig waaien en kan de wind vanmiddag krachtig tot hard worden. De buien kunnen ook gepaard gaan met hagel en onweer. De temperatuur ligt vanmiddag tussen de 16 en 17 graden op veel plaatsen. Ook vanavond vallen er nog diverse buien en de temperatuur die daalt naar een graad of 12 tot 13. Vannacht neemt de buienactiviteit geleidelijk aan verder af en er valt er morgen nog een enkele bui, maar in de loop van de dag blijft het overal droog en komt de zon steeds meer tevoorschijn. De wind die draait van noordwest naar noordoost is overwegend matig en de middagtemperatuur komt uit rond de 18 graden. Dinsdag en woensdag zijn twee dagen met veel zon. En temperaturen op dinsdag rond de 18 graden. Woensdag wordt het zo'n 16 tot 17 graden. Vanaf donderdag komt er wat meer bewolking in de verwachting. Maar het blijft nog wel overal droog. De wind waait uit het oosten. En pas in het weekend neemt voorzichtig de kans op neerslag toe. Mijn naam is Remo Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u een fijne zondag.